park maar deze wijk. Dat zijn de mannen die eigenlijk een beetje onopvallend hier rondlopen. Dan weliswaar een kleur die nog wat opvalt. Maar ze zijn wat kleiner, wat minder aanwezig. Ze zijn die grappenmakers van kaasdragers. En meestal is daar een zes man. Ik zie er drie hier van die kaaszetters in. En u moet weten dat zij ongelooflijk veel werk verrichten. Zo'n kleine 30.000 kilo gaat er in de ochtend door al die handen heen. Repareren die markt. We zetten de kaas neer en dan moeten ze ook nog eens een keer diezelfde hoeveelheid kaas op die transportmiddelen zetten op het moment dat de kaas weer gewogen moet worden. Dus die hebben we vandaag nou precies 28.000 kilo, 56.000 kilo met... Met hoeveel waren jullie vandaag, kaaszitters? Met z'n zes. 56.000 kilo. Zet ze de daadkusten. Waar we dan die proefveilige namen uit de groep van hebben ontdekt. De kwaliteit dan weer thuis geregistreerd. Dat zit in zogenaamde ringenregistrationen. Om transport van kaas te maken. Alle kaas, echt in weegschaal en aanbeving, alle kaas moet transport. Ja, ja, pas. Ja, ik heb het. Ja, ik heb het.